Nou, het is toch eindelijk gelukt. Ik ga nog even kijken of ik mijn headset al kan aansluiten. Anders dan doe ik het even zonder vanavond. Nou, goeie avond weer bij een live meditatie vanuit het Radboud UMC Center for Mindfulness. Vanavond zal ik de meditatie begeleiden met Marleen de Avest. Psycholoog en mindfulness en compassieonderzoeker en trainer. En petje af voor de mensen die nog zijn blijven hangen. Ik zag al een mooie motivatie-chats voorbij komen. Van een extra moment van stilte en ademruimte en het oefenen van geduld. Dus jullie is dat in ieder geval gelukt. Ja, ik zou jullie willen uitnodigen om. Ja, met mij zo is wat te gaan ontdekken met betrekking tot onszelf te laten zijn wie we zijn. En dat met alle plussen en alle minnen zo toe te laten. Ik zou je willen uitnodigen om te gaan zitten. Of als je lichaam aangeeft te gaan liggen, zou ik dat zeker doen. Mocht je nou erg moe zijn, dan kan het behulpzaam zijn om je houding net wat rechterop te houden of je ogen. Een klein beetje geopend te houden om er wat gemakkelijker bij te kunnen blijven. En zo even de tijd te nemen om je houding te kiezen voor vanavond. Als je wil zo, is de ogen te sluiten of ergens voor je te laten rusten. Gewaar van delen van het lichaam die contact maken met de grond. Misschien een zitvlak. En zo ook je houding op dit moment. De stand van de heupen. De rug. De schouders en de schouderbladen. Misschien ook wel de houding van de armen en de handen. Misschien wel contact maken met de schoot of met elkaar. Dat is ook het hoofd dat zich zo balanceert op het lichaam als je zit. Misschien ook wel je gezichtsuitdrukking op dit moment. Hoe is het hier? Openstaan voor wat zich dan ook maar aandient in dit moment. Misschien is er een drukke geest van gedachten die komen en gaan. Misschien juist wel rustig op dit moment. Hoe is het hier? Het kan ook zijn dat
één of meerdere emoties meer de aandacht trekken. Misschien merk je wel op dat je helemaal niet zo in contact staat met emoties op dit moment. Breng dan rustig zo de aandacht naar de adem. Puur zoals die gaat in dit moment. Het lichaam zo wat uitzettend op iedere inademing. En weer neerdalend met het uitademen. Misschien ook wel gewaar van de kleine pauzes ertussenin. Het kan zijn dat je wat sneller en misschien wat hoger ademt of juist wat langzamer en wat dieper. Of ergens ertussenin. Wat vertelt de adem je over? Hoe je er op dit moment bij zit? Mocht je daar zo de ruimte voor voelen en de behoefte aan hebben, dan zou je zo de adem wat uit kunnen nodigen om net iets meer te zakken richting de buik. Op iedere inademing de buik net wat meer ruimte te geven. Zich te mogen uitzetten. En zoals vanzelf weer neer te dalen bij het uitademen. Zo op iedere ademhaling net iets meer te verzachten en misschien wat te vertragen. Zonder keihard te sturen of te controleren. Puur zo uit te nodigen en eens te kijken waar de ruimte voor is in dit moment. Mocht het prettig voelen, zou je zo ook één of twee handen zo op de onderbuik kunnen plaatsen. Zo wat warmte naar te brengen. Zo wat te ondersteunen. Zo goed als kwaad als dat het gaat in dit moment zo. Kan meer het ademritme te laten ontstaan.
dan zou ik je vanuit hier zo willen uitnodigen. Om je zo een plek voor te stellen waar je helemaal kan zijn wie je bent. Het liefst een plek waar je alleen kunt vertoeven. Een plek waar je geborgen mag voelen en veilig. Het kan een plek in de natuur zijn. Met een bos of strand. In de weide. Het kan ook ergens binnen zijn. Misschien wel een bekende plek. Of een plek uit je fantasie. Misschien wel een combinatie. Open te staan voor wat zich dan ook maar aandient. Laat je maar verrassen. Wat zie je? Misschien bepaalde kleuren. Fel of juist zacht. Bepaalde vormen. Beweging of juist stilte. Misschien horen er ook wel bepaalde geluiden bij deze plek. Continue geluiden of geluiden die komen en gaan. Of wellicht juist stilte. Is misschien ook een bepaalde geur zo gelinkt aan deze plek. Het kan ook zijn dat je juist iets voelt, dat je ergens op zit, of ergens in ligt. Zachte textuur of misschien een briesje.
het kan ook zijn dat je wat moeite hebt om zo een plek voor te stellen. Dat de verschillende beelden zo voorbij komen. Een plek wat vluchtig is. Weet dat ook deze ervaring er gewoon helemaal bij mag horen. Een onderdeel is van ervaring op dit moment. Open te staan voor welke ervaring dan ook, zonder iets mee te hoeven of te veroordelen. Laat het er maar zijn. Mocht je wel zo een plek voor je zien. Wellicht zou je dan ook zo voor kunnen stellen dat deze ruimte oprecht blij is met jouw komst. Je hartelijk verwelkomt. Je helemaal ziet voor wie je bent. Een plek waar je alles even kan laten voor wat het is. Jezelf toe mag staan om te voelen wat je voelt. Te zeggen wat je wil zeggen. Te bewegen als je wil bewegen. Misschien juist even helemaal niet. En wat doet het met je? Merk je misschien iets op in het lichaam? Misschien rondom de schouders, de borst of buik. Misschien merk je wel iets op gevoel. Zo nog even te blijven zitten of liggen. De plek waar je je nu bevindt. Deze veilige haven.
Laat dan langzaam dit beeld zo weer wat los. Echt adem is rustig op de adem. Puur zoals je gaat in dit moment. Realiserend dat je altijd op welk moment, welke plek dan ook, je zo contact kan maken met een veilige plek. En dit gevoel, hoe die zich dan ook maar aan je verschijnt. Zo binnen het bereik van je verbeelding. Plek waar je alles even kunt laten voor wat het is. En jezelf mogelijk zo goed als kwaad als dat het lukt zo. Jezelf mag laten zijn. Als je wil, kun je vanuit hier zo een paar keer wat dieper in- en uitademen. Mag het lichaam wat zachtjes activeren, misschien door de handen en de voeten weer wat te bewegen. Als je wil, ook zo je lichaam nog iets te geven wat het nodig heeft. Misschien een rek of een strek. En zo op je eigen tempo ook weer je ogen te openen. Om deze meditatie af te ronden. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Allereerst voor jullie geduld aan het begin. En ook doorzettingsvermogen hier om deze tijd nog zo te zijn en echt tijd te hebben genomen voor jezelf. Ik zou zeggen, experimenteer met je komende tijd, zo eens contact te maken met je veilige plek. Elke keer ook wel weer zou kunnen verschillen. Dan hoef je zeker niet een half uur de tijd voor te nemen. Mogelijk kan dat ook wat korter. En wie weet zie ik jullie volgende keer. In ieder geval zal volgende week dinsdag Marloes Huibers de meditatie verzorgen. En mocht ik jullie weer zien, dan zal het zijn in het nieuwe jaar. Voelt gek om het nu alvast te zeggen, maar ik wens jullie toch alvast fijne kerst en nieuwjaar. En wie weet tot ziens. Fijne avond allemaal.